Zo, dat wordt echt te gek. Langzaam het leven. Bloeden overal. Muk heeft gisteren op de trampoline ook nog even zijn enkel verstuikt. Op wie ben je boos dan? Oh my goodness. Joep, wat heb jij gedaan? Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Kom heen! Ze scheurt van hot naar her voor presentaties en voor shoots. Ze houdt alle ballen in de lucht met Muk, Joep, Ted en Snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee om 5 uur. Dit is Kim TV. Weer een nieuw avontuur. Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Vork. Ga je nog voor ons een liedje zingen? Welk liedje dan? Ik hou van je en nog iets anders liedje. Oké. Ik hou van jou, alleen van jou. Ik kan niet leven in de wereld zonder jou. En wat wist je nog meer? Kabouterplop, kabouterplop in het bos. Ik laat je niet los, kabouterplop. Ga weer naar het einde van de paddenstoel. We zingen jij zelf een liedje. Wat mooi, dat is het. Ga je lekker slapen, schat? Ja, maar hoezo zijn die mensen dan dood die je naar gingen vechten? Ja, omdat het niet echt een eerlijk gevecht was. Dat was heel zielig. Dus als je net anders was dan de anderen, dan gingen ze met je vechten. Of dan namen ze je mee en dan gingen ze je stiekem pijn doen. Gewoon zo niet eerlijk. Dat moet ook die niet doen. Nee, maar het is al heel lang geleden. Maar hoezo deden die dat? Omdat er een hele stoute meneer was die zei dat ze dat moesten doen. Daar hebben ze allemaal naar geluisterd. Maar die stoute meneer die is er niet meer hoor. Echt niet? Nee, die hebben ze gevangen genomen. Die zat in de gevangenis en nu is hij dood. Echt? Wie heeft hem dood gemaakt dan? Zijn die mannen die al in het veld zijn, zijn die in de gevangenis? Wil je daar een foto van zien in welke gevangenis ze in zitten? Oké, jij vraagt veel te veel moeilijke dingen. Vind je dat leuk om dat te weten? Ja, ik wil alles weten. Ja, maar jij bent nog maar bijna 5. Sommige dingen hoef je niet te weten hoor. Maar gelukkig, weet je wat het mooie is? Ja? Vandaag denken we eraan, zodat we het niet vergeten. Maar morgen is het feest. Want morgen is het bevrijdingsdag. En dat betekent dat we denken aan dat de oorlog klaar was, dat het over was. En dat iedereen weer kon feestjes vieren. We gaan nu lekker slapen, oké? Okay? En maar ik kan wel leuk. Morgen ga je ook vieren. Dingen dromen. Natuurlijk niet, want er zijn nu alleen maar mooie dingen. Want, waar ga je morgen naartoe? Naar? En waar gaan we daarna naartoe? Het winter. Ja! En waar gaan we donderdag naartoe? Naar de voetbal eigenlijk. Ja, en daarna ben je bijna jarig. Ja. Je hebt een feestweekend. Nou, we gaan nu lekker slapen, oké? Okay? Ik hou van jou. Maar hoezo kun je vis eten terwijl dat die dood is? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Lekker veel hooi op de vork. Muk, wat zijn we aan het doen? Voor de zwembad. Waarvoor? Voor het zwembad. Het zwembad, hè? Dat je onder water kan, hè? Voor de zwemles ook, hè? Ja. Leuk, man. Ik wil nog niet meer onder water doen. Nee, maar dan wel, hè? Ja. Mama heeft ook oordoppen, hè? Ja. Kunnen we samen zwemmen met oordoppen? Daar hebben we zin in. Nou, dan ga ik hem een beetje wat kleiner maken. Dus dan krijg je eerst een watje. Dat is een blauw watje. Watje is blauw, maar dat komt er ook weer uit, hoor. Gaan we met die beginnen, oké? Okay? Vind je het een beetje eng? Of vind je het niet eng? Het kietelt alleen, het kriebelt een beetje. Dat is eigenlijk het enige. Zullen we proberen? Gaan we het heel voorzichtig doen? Het kriebelt een klein beetje. Dat is een lampje erbij. Het kriebelt een klein beetje. Ja. Maar het is een beetje een raar gevoel, hè? Ja. Nou, dan ga ik kijken of het mooi zit. Dat is ook belangrijk. Nou, die zit fantastisch. Die zit heel mooi. Nou, volgens mij heb je nog een oor, denk ik. Ja, ik zie er gelukkig nog even. Ga ik hier ook een padje in doen? En kriebelt het? Ja. Het is een raar gevoel, hè? Ja. Nou. Gaan we eens kijken of jij dit wel mooi oranje vindt. Wow. Vind je het mooi? Ja. Goed maar, Muk. Wauw. Dat is een mooie kleur. Koud. Beetje koud, hè? Ja. Wat goed, Muk.
Mooi zeg. Ja. Nou, gaan we ze er even uitpellen. Leuk. Kijk eens. Daar is eentje. Kijk. Je haalt hem op zijn kop. Dan duw je dat kanaaltje ook in zijn gehoorgangetje. En dan draai je hem eigenlijk naar achteren. En dan draai je hem er dichter in of zo. Ja, dan draai je hem binnen. Dan moet hij hierboven zitten. Nou, dat is het. Nou, dat is het. Kijk, Luc. Prachtig, zeg. Je moet een terras hier eruit. Dit is allemaal terras. Jij bent van de coronageneratie. Jij weet niet eens waar een terrasje is, hè? Maar Luc, dit is dus een terrasje. Dit? Heb je daar wel eens eerder op gezeten? Ja. Ja? Wanneer dan? Ja, toen ik in Joep's groep zat. Ja, hè? Dus zo lang is het al geleden, hè? Nou, Muk, waar zitten we dan op het terras? Neem jij een slokje mee drinken? Ja, jij ook. Hè? En ik ook. Proost. Nou, we gaan iets heel spannends doen, want Muk heeft zijn eerste zwemles in Nederland, in Loosdrecht. Wat vind je ervan? Leuk. Leuk, hè? Ik kon niet wachten. Oh, vanaf dat hij wakker is, zei hij. Wanneer gaan we? Nou, alles ingepakt. En we gaan. Woehoe. Muk, een grote jongen. Hoeveel zin heb je hier in, Muk? Heel veel. Is toch wel een geluksweek? En dan ben je ook nog jarig bijna. Ja, en dan zijn we al jarig zelfs. Zo, dat wordt echt te gek. Let's go. Nou, een grote teleurstelling. Er is een foutje gemaakt, want het was niet vandaag, maar morgen. Maar morgen ben je op de voetbalschool. Ja. Ja, dus dan kan je niet zwemles. Dus dan gaan we vrijdag de zwemles doen, hè? Ja. Ja. Ja, we zijn blij. Maar vrijdag ook. Dus we hebben het gezien en we weten wat je allemaal leert. Wat leer je allemaal? Zelfs een bommetje, hè? Ja, met een kurk. Met kurkjes. Met een zwem. Ja, dus dat wordt helemaal leuk vrijdag. En vrijdag wil hij dan liever dat Hanneke meegaat met jou, hè? Want wat mooi, we moeten dan werken. Ik kon wat opschuiven, maar dat wil hij niet. Nou ja, tot je plaats. Speelkleed HL, helemaal top. Ene kant die kant, andere kant dit. Hele kleed. Hey Muk, vertel eens eventjes, hoe was je les? Nee. Het was eerst een beetje spannend, hè? Hoe kan het dan dat je het een beetje spannend vond? Omdat de andere kinderen waren, hè? Ja. Waar gaan we naartoe, jongens? Naar Twente. Naar Twente? En wat gaan we in Twente doen dan? Voor een zesfeestje. Nee, je gaat toch voetballen? Ja. Je gaat naar de voetbalschool. We gaan naar Twente. Ja, we gaan naar Twente. Joep, hoe was het bij de speeltuin? Ja, was het mooi? Grote. Hele grote speeltuin. Was er ook een glijbaan? Ja. En je moet je helemaal slaan. Dus. Niet. Wel. Deed hij dat bij de speeltuin? Onze bib slaan, hè? Oh, dus. Waarom deed je dat dan? Ja. Anders mag het niet meer doen. Nee, mag hij niet meer doen. Maar waarom deed het jongetje dat dan? Ja, de bib slaan. Nee. Oh, want ze wilden waarschijnlijk dat jullie gingen opschieten of zo? Ja, echt. Ah. Maar je mag niet onderwijs geld niet. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag echt. Nee. Even wachten. Ja, precies. Je kan ook wel even moet wachten. Je helemaal niet door die bib slaan. Nee, dat is niet nodig. Dat vind ik ook helemaal niet nodig. Nee, die moet in de gang. Moeten ze op de gang, hè, Joep? Ja. Jongens, we zijn er. Ja, weet ik ook. Is het een beetje spannend, Muk? Is het niet, hoor. Het is echt heel leuk. Lekker veel hooi op de vork.
Je ligt al een uur in bed, zogenaamd. Wat heb jij aangezet? Wat heb jij hierboven uitgespookt? Dat is de kamer van opa en oma. Wat deed jij op de kamer van opa en oma? Heb je de radio aangezet, joh? Ben je een doe, Joep? Dat in mijn oorlog. Oh, dat moet in jouw elleboog doen? Ja. Ja, dat was Joep. Wat doe jij, Joep? Dat is Joep. Ik ben helemaal niks. Ik heb al een gezegd hebben van ons met Joep. Mag ik even? Mag ik een boeba kijken? Zo. Nee. Nee, je moet dan slapen. Joep. Mag ik een boeba kijken? Daar. En Joep, wat had Muk gedaan met de schaar? Muk gedaan met hem ook. Haren knippen? Dat mag echt niet, hè? Hoe deed hij dit dan? Zo. Mag ik de queen performen? Mag niet. Lekker veel hooi op de vloer. Voorproefje op Mux'n feestje. Een feest. Kunnen we de muziek aan? Kunnen we de muziek aan? Hey Joep. Groetjes, hè? Paardjes. Daar! Een ezel! Ja! Stil, mijn zusje. Stil. Stilstaan. Anders kan papa niet. Joep, hierheen zijn. Kijk, zie je. Lachen. Cheese. Is vandaag. Wat vandaag is het vandaag? Zaterdag. En je bent nog niet eens jarig, maar je hebt gewoon een verjaardagsweekend, hè? Leg jij eens even uit, Muk, wat hier op de taart staat. Wat jij hebt uitgekozen, want jij wilde speciaal deze taart. Wat zei je? En wat staan er voor cijfers op dan? 5, 0 en 3. En waarom wou jij dat? Ik word 5 en jij bent 3. Joep is 3. Joep is 3, ik word 5 en. En Ted is? Sneeuw. Zal ik het dan hier doen, nummer 5? En Muk, de bandje staat perfect bij je. Zal ik ook in? Ja. En waar is je andere 5? 5 lang, lang, lang. Ja, dan moeten we inderdaad zingen. Je hebt helemaal gelijk. Lang zal het leven, lang zal het leven. Lang zal het leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Ibrahim! Hoera! Nou, Muk. Deze is voor jou. Gewoon kijken of die dat kan. Ik weet het niet hoor. Kijk of die dat kan. Oh! Wil je nog een keertje doen? Dan moeten we hem nog een keertje weer aandoen, papa. Wacht even, Muk. Even wachten. Nee. Ja? Oké, de tweeën. Ja, helemaal. Dit kan niet aan hoor. Voor Muk en familie. Ben jij Muk? Ja. Beste Muk, gefeliciteerd met je 5e verjaardag. Wauw, wat ben je een grote fan. Ook gefeliciteerd aan je ouders en broertjes. We vinden het zo leuk om jou en je familie te zien op Instagram en de vlogs, genieten. Laten we maar eens even kijken. Er zit nog een kleine verrassing in. Leen? Dit is van Muk! Wat veel jongens! Ja. Oh, hier nog meer! Goed gedaan! Verjaardag, een groot feest. Was weer opgeruimd, iedereen de deur uit, de kinderen liggen heerlijk te slapen. Muk was helemaal trots. Nou, het is nu 10:10. En ja, ik moet het nu zelf weten. Even door het zoekje. Erg hè? Maar helemaal top. Nu zaterdag nog zijn kinderfeestje. En dan is de feestweek wel zo'n beetje voorbij. Alhoewel, woensdag is het feestje van neef Sam. Die is zaterdag dan weer jarig, op de 6. Daar moet ik natuurlijk ook naartoe. Dus we feesten nog even door. Nou, we hebben zaterdag het feestje dus van Muk. En dat wordt een boerderijfeest. We gaan naar boerderij. Allemaal hooibalen, allemaal spelen. Ik heb van de week nog even proef gedraaid. En we kunnen niet wachten. We hebben alle jongens van de klas uitgenodigd. Muk kon niet kiezen. En vind ik eigenlijk een hele fijne karaktereigenschap.
Weet je, op zo'n boerderij kunnen we meerdere kinderen kwijt en dan zijn we maar bek af. Maar ja, weet je, voor al die kids is afgelopen periode zo moeizaam geweest. Konden nergens naartoe, dus lekker even rafotten met elkaar. Volgens mij hebben ze dat allemaal wel verdiend. Heel Nederland heeft, heel de wereld heeft eigenlijk verdiend. Maar goed, dat kunnen we niet allemaal regelen, maar wel deze kindjes. Dus dat gaan we eerst doen. Verder, heeft Muk van de week een stuk van zijn haren verknipt. Toen hij bij Nicole en Wouter aan het logeren was. Nou, Nicole zit altijd overal bovenop, maar die was net was en was maar aan het gooien. Draaide ze gewoon om Muk zo. En Muk zei, nee, en dat komt omdat ik van mama niet naar de kapper mag. En die pluk is veel te lang. Ik ben helemaal niet gevraagd of hij naar de kapper mag. Maar goed, het is geen coronatijd meer wat dat betreft. Hij mag gewoon naar de kapper. Maar hij heeft dus zo'n stuk uit zijn pony geknipt zo. Noem ik hem even pony uit zijn lok. Nou, en daarnaast heeft hij op de voetbalschool heeft hij een trap met de nop gehad van een ander kindje. Dus die heeft echt zo'n bultje op zijn voet. En Joep is op de trap gevallen, echt zo. Ik zie dit hele velletje helemaal dik. Bloeden overal. En Muk heeft gisteren op de trampoline ook nog even zijn enkel verstuikt. Het gaat verder hartstikke goed. Nou ja, Jaap en ik hebben niks in Ted ook niet. Gelukkig is het toch een score van 3 op 5, wat goed gaat. Alles komt goed. Lekker veel hooi op de vork. Joei. Wat is er, Joep? Ik wil gewoon je voetbal. Oh, jij bent er nog niet jarig. Ik wil voetbal. En Joep. Welke dag is het vandaag? Alleen voetbal. Het is toch vandaag moe? Ja. Moederdag? Voetbal. Voetbal. Joep, ga je nog een liedje zingen voor mama dan? Nee, voetbal. Dat kan ook, hè, moederdag. Mooi spannend. Voetbal. Ik zelf even wat moeten voorbereiden. Had je wel aan moederdag gedacht, Muk? En kijk eens, ik heb zelf een envelop gemaakt. Zelf. En wat betekent moederdag dan? Dat vandaag moederdag is. En wat betekent moederdag dan? Cadeautjes springen. Naar? Nee, mama. Wat betekent het op moederdag dat je vindt dat je moeder zo lief is? Jongens, zeg je happy moederdag! 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 Ach, een knuffel. Muk. Ja, het is moederdag, liedje. Kom even een knuffel geven aan mama. Oh, moederdag. Oh, dat moet eerst. Muk, zeg je even mama een kusje. Mama, zeg maar, hou van jou. Een kusje dan. Waar is jouw cadeau dan? Jouw cadeau is niet. Nee, hier is een cadeau. Joop, hier, die liggen hier. Hier. Hebben jullie allemaal mooie cadeaus gemaakt? Ja. Wat voor cadeaus hebben jullie gemaakt? Wat een mooi ontbijtje. Oh, nou, dat zit ze dan. Mama, ik heb een cadeau voor jou. Hier, Joep, kijk eens, Muk. Is die toch? Heb jij die gemaakt? Jij. Wow. Wow. Wat mooi, Muk. Een mooie kunstwerk, hè? Wat een prachtig kunstwerk. Ik ga mijn cadeau zoeken, mama. Die hang ik op mijn kamer. Die van mama nog eens. Ja, hè? Ja. Nee, maar hier zijn ze, Joep. Ze zijn niet daar. Hier. Heb jij die gemaakt voor mama? Ja. Nee. Dus jij bent dinsdag, hè? Mama, ben jij dinsdag jarig? Ik heb mama. Ja, maar mama is niet jarig. Mama heeft mama dag. Mama dag. Wat een mooie ketting en mooie snoepjes. Oh, Joep, wat mooi. Joep, wat mooi. En we zijn één ketting zijn ze kwijt. De ja, pasta ketting. Maar die ken je wel. Die hebben mama. Die had de Amelia. Ja. Oh ja, je zit mama te eten. Ja. En die cadeautjes zijn die ook allemaal voor mama. Hey. Ja. Heb jij deze op school gemaakt? Oh, wat mooi. Wat mooi. Maar ja, het heeft echt wat gemaakt op school. Mama, ja, moet je ook eten. Daar staat een mopje. Nou, en een mopje. Die kan wel voor mij. Wat moet ik nou opmaken? Mopje. Hé! Hey! Kijk. Van pasta gemaakt. Ja, er 3. Wat mooi. Er 3. Voor papa en mama. En voor... Wat mooi. Wow, voor alle 3. Nog meer kettingen. Oh, echt gekleurd, hè? Oh, en wat is dit dan? Mama, Maya. Mooi! Oh, wat is
dit dan? Papa deed voor mij. Nee. Oh. Papa deed voor mij. Heb je het geschreven? Mooi. Nou, die moet ik aan. Nou, dat vind ik het allermooiste cadeautje. Bij jou dan. Ik heb allemaal kettingen vandaag gekregen. Hier staat mama in met het handschrift van mama. Ik heb deze te openmaken. Papa deed openmaken. Ja. Ja, misschien was hij mij. Mooi hoor. Is het ook voor mij? Ja. Ja, ook een voor mij. Oh. Wat is dit? Een heerlijke massage. Ja, en speciaal voor na de zwangerschap. Een speciaal voor na de zwangerschap massage. Dat is een goed idee. Ja. En na de bevalling. Heb jij dit bedacht, Joep? Nee. Hey. Wat een goed idee, wat leuk. Dank jullie wel, jongens. Dit is Elsje op papa's cadeautje. En er staat zelfs een... Een gedichtje op. Gedichtje op, kijk. Goed dat Jaap eraan heeft gedacht, hè? Mooi, Muk. Wat heb je gemaakt? Het is toch leuk dat je het later krijgt? Een vis is blij met water, een trein met een station, een aapje met banaan, een ijskoman met zon. Een kip is blij met eitjes, een Eskimo met kou. Een papa 9-11. Met de bijtjes. En ik, mama, ik ben blij met jou. Heb jij dat voor mij gemaakt? En wat zit erin dan, Muk? Wil je hem openmaken voor mama? Een mooie hartje staan. Een mooie Douglasbon van 50 euro. Ja, dat kan er wel vanaf van die eigen bijdrage. Een bon van 100%. Oh, wow, kijk eens. Mama. Wow, in de kleuren van de Golden Eagles. Oh, Muk. Oh, prachtige foto. Of wie ben je boos dan? Oeh, je kan ook zo boos kijken. Op wie ben je boos dan? Een jongetje en een meisje. Op een jongetje en een meisje. Oeh, oh, joe. Goed zo. Het ziet er mooi uit, joe. Prachtig. Ja, die was mooi. Die door het gaatje. En nu doe je het allebei tegelijk. Ik heb het niet gezien, maar probeer maar. Nee. Even opnieuw. Oh nee. Nee, even opnieuw. Ja, goed zo. Een klein lusje aan het begin maken. Ja, perfect. Deze andersom. Deze hier om je. Oh ja. 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 Echt. Ja. Goed zo. Oh, die is een beetje groot, hè? Die is een kleiner. Die kan ik er niet meer. Kom maar met mij op schoot, gaat het veel beter. Nou, we zijn er klaar hoor. Nog vroeg het werd om 's ochtends vroeg ze verjaardag. Lekker veel hooi op de vork. Joep is wakker. Joep, wie is jarig vandaag? Het regent. Het regent, maar wie is jarig vandaag? Mukkie, hè? Gloria in de gloria, zo hoog zij leven hoog. Zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Joep, wie is de jarig? Muk, hè? Gaan we zitten? Muk, hoe oud ben je geworden? 5. Ja. Hier, even de muts op. Daar zitten cadeautjes in. Of wil je geen cadeautjes? Nee. Nou? Voor het zwemmen. Thiago toch? Thiago. Die had toch ook deze dingen? En die? Kijk. Plankje vasthouden om te zwemmen, net als bij de zwemles. Wow. Dat is vet, hè, Muk? Kijk, dit is allemaal voor het zwemmen, hè? Is dit dan? Hier is dan een pakket. Oh. Ah. Oh, wat is dat? Heel veel jeetje. Jeetje, kijk eens. En dit? Wow. Is nu wat lekker. Wat is dat dan? Hoor. Ja. Van piraten. Wat is dat dan? Deze openmaken. Die hele grote joekel? Ja. Nee, ik kijk. Waar de vijf op staat. Wow, dat is het! Wow, dat is het! Dat is het! Wow! Kijk eens, joh. Hier. Eén
Eentje voor Muk en eentje voor Joep. Ja, dan kun je er zo mee drijven. Joep, jij hebt ook. Voor Joep. Ja, dat kan je nog vasthouden. Kun je zo bedrijven? Ja, cool zeg. En wat zit er dan nog meer in, Muk? Cadeautjes. Wat is dat voor gaaf, Muk? Voor de boerderij! En overal. Ik heb die overal. Kijk, wat staat daarop? Die heb jij zelf gemaakt, hè? Jij hebt ook! Papa! Wat voor een kind komt de boerderij aan? Voor het feestje. Deze? Nee. Mooi zeg, alles, hè? De papa is leuk. Stef Stufilo. Dat is heel gaaf. Dit! Oh, dit is voor Joep. Joep, kijk eens, daar kan je mooi mee zwemmen. Kan je zwemmen? Dat is cool. De hele familie naar school, want dat wilde ik natuurlijk graag. Gezellig. Ben je er klaar voor, Muk? Hele familie. Leuk. Zo leuk, Joep. Joep, voorzichtig. Kom maar, Joep. De jarige Joep. Kom, Muk, deze kant op. Gefeliciteerd, ja. Ik weet allemaal dat je jarig bent, zie je? Oh, Muk, je bent jarig. Iedereen weet het. Kom maar lopen hier, Muk. Kom maar. Ik ga wel. Vertel even, Muk, hoe was je verjaardag op school? Ja? En wat heb je gedaan? Je kwam binnen met alle tractaties en toen? Dus jij kwam binnen en toen? Kreeg je meteen een verjaardagsgoed? En met die andere verjaardagsgoed? Wie ik mee naar huis heb, wie ik mee naar school heb meegenomen, ja. die heb ik als zo op mijn hoofd doen. Toen ga ik zo als een raket doen. Oh, leuk zeg. Maar hebben ze ook voor jou gezongen? Ja. Welk liedje dan? Alle liedjes. Echt? Ja. En was het leuk? Ja. En vonden ze alle tractaties leuk? Ja. Kleren, hè, van de mensen. Hé, hey, Joep! Omdat ze hem gepoept hebben, zo! Kijk, heb je het aangehaald? Ga hem voor je. Dat is een mooie. Ja, Muk. Ja, goed, nou nog. Nou ja. Ja, pak hier. En die pak. Wat? Muk. Ja. Hoe kan dit? Ja. Ik zit niet veel hooi op de vork. Hallo? Hallo? Hi. Hello. 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 Waarom moet ik het heel gewoon pakken? Joep, wat ben je aan het doen? Ik heb deze. Heb je die gepakt, ma? Ja. Die was helemaal vol met schone was. Waar heb je alle was gelaten dan? Ik heb eentje. Ja, maar waar heb je de was die je in zat gelaten dan? Ja, een klein beetje hoor. Ja, er zit nog een klein beetje in, ja. En waar heb je de rest? Oh. Daar. Durf ik dit aan? Oh, Joep. Oh, Joep. Joep. Dit was allemaal schoon. Oh my goodness. Joep, wat heb jij gedaan? Daar
Ja. Okay. Alles er maar in. Daar? Nou, je hoeft niet bij elk dingetje te vragen of die waar is. Ja, mag, maakt niet uit. Daar? Anders dan word ik er heel druk mee. Daar? Maakt niet uit, schat. Mag allemaal erin. Maakt niet uit? Ja, alles goed. Daar? Ja. Doe alles maar eerst hierin en daarna die en daarna die. Ja? Dankjewel. Deze, deze, daar? Ja. Oké. Mama? Ja. Bomen en alles gewoon maar was door je kind op de grond. Ja, ja. Alles door het gehaald. Zie je daar? Ja. Oké. Okay. Aapje. Oké, dag Tessie, lieverd. Laat je outfit even zien, papa. Tada. Wacht even de achterkant nog. Ja. Wat zeiden de jongens? Ja, heel mooi dat ik roze aan had. Dat vonden ze ook heel wat. Dus met andere woorden? Ze vonden het leuk. Je mag vaker een beetje dit soort dingen aan. Oké, okay, ik moet gaan. Ga je naartoe? Perfecte plaatje. Eerst shoot en ik ben snel terug, want dan lig ik eruit. En dan... Nee. Gaat goed komen. Heb je je tas ingepakt? Ja, ik heb alles. Heb je wel netjes ingepakt? Niet dat ze zeggen wat troepen weer over. Nee, is allemaal goed. Oké. Okay. Alles opgeladen. Ik hoop dat het goed gaat. Veel plezier. Dus gaan. Is je nog achter? Ja, weet je wel. Hier heb ik helemaal geen invloed op. Ik kan. Tuurlijk kun je dit. Oké. Okay. Veel plezier. Doei. Hou van jou. Doei. Doei papa.